Hallo, welkom bij een nieuwe Sims-aflevering. Wat we vandaag gaan doen, weten we nog niet, maar we gaan eerst slapen totdat het terug ochtend is. Dan gaan we eerst het douche pakken, want mijn Sims stinkt. En even naar het toilet. Echt grappig hoe dat ze altijd loopt naar het toilet. Ze brengen het moeten. Ik ga thuis weg vandaag. Een foto in de sportschool maken. Dus ik denk dat we vandaag naar de sportschool gaan. Maar eerst de plasken doen. Douchen. En iets eten. Ja. En vandaag naar de sportschool. Waar ga je nu naartoe om te gaan eten? Waar ben jij? Huh? Ah, op een bankje aan het zitten. Wat doe jij daar ook? We hebben toch boven ook een tafel? Weird. Wel een mooi bankje. Jammer dat we een bar niet zo'n bankje hebben. Maar we gaan naar de sportschool. Reizen. Alleen reizen. Dat is wel ook lief van mij. Net op dit moment dat die mensen daarbij komt zitten, ga ik weg. We gaan naar de sportschool. Naar de Sky Fitness Sportschool. En we gingen hier eerst een selfie nemen, hè? Een foto in de sportschool. Foto. Selfie nemen. Met die mensen op de achtergrond. Ach ja. Prachtige selfie ook alweer. En nu grappig doen met 5 verschillende Sims. Misschien een keer ook wel een keer iemand leuks. Al die tussen gespierde binken moet er toch wel iemand leuk zitten. En eerst een keer spreken met deze meneer. Ach, niet mijn type, maar zo wat. Deze tiener. Zo, dat was grappig met 1 iemand. Grappig met nog iemand. Voilà. Grappig. Grappig. Sportschool was wel ideaal om dit te doen. Echt alles in een uurtje of zo. Ik had eerder gedacht dat je iemand klops ging tegenkomen. Misschien deze meneer. Oh nee. Precies zo'n meneertje die vol is van zichzelf. Dat is eigenlijk wel heel vlug gefixt. Is er hierboven nog iets? Oh, een basketbalveld. Handig. Wat is dit? Ah, stoeltjes, denk ik. Ja. We gaan eventjes trainen, hè. Nu dat we hier terug zijn in de sportschool.
Misschien wil ik wel eens een kat of zo adopteren. Adopteren. Misschien hierna gaan we een kat adopteren. Ja, een kat. Geen hond, want mijn hond moet je altijd gaan wandelen. Daar heb ik geen zin in. Mijn Sims toch niet. Is nog een beetje trainen. Ik hoop dat ik dit zo goed kon in de gym. Is zij mij nu aan het aanmoedigen? Ah ja, ze is een sportschooltrainster. Tijd om daar te staan, hè. En we gaan kijken of we een kat kunnen adopteren. En een potion over de sportschool, want anders telt het niet. Hydrateren is belangrijk. Dan probeer ik altijd zo de fles naast mij te hebben staan. Handig. Eerst eventjes douchen. Hé, waar is mijn computer? En mijn stoel? Wat? Waar is mijn computer en mijn stoel? Zou ik rekening hebben? Nee, man, ik kan geen post halen. Huh? Wat? Waar is mijn computer en mijn stoel? Wat? Ik snap het niet. Dan gaan we ze maar terugkopen, zeker? Nee, ze staan hier ook niet in. Raar. Heel raar. Zou er een dief bij mij langs geweest zijn? Zonder dat ik het wist. Maar ik kreeg daar toch een melding van. Veel geld om die kat te adopteren gaat er ook niet meer in zitten. Oh, ga wel hier. Ik heb iets wijzen. En dat alarm toch maar kopen. Ik heb weer kost meer gehad. Hé, waar zijn mijn stoelen? Mijn stoelen zijn ook weg. Wat? Wat is dit? En ik heb een alarm. Ja, je kan tenminste het geld terug. Ik snap het echt niet, maar zwart. Mijn social media update. Feestellen. Ja, die kat gaat er nu ook niet in zitten. Over mijn gevoelens bloggen. Ook echt geen idee waar ik die kat moet vandaan halen.
Oh ja. Ik snap het echt niet meer, zwart. En dan gaan we eventjes. Nee, toch niet. Douchen. Misschien moet je gewoon slapen dat deze dag zo snel mogelijk over is. Zo morgen dat ik toch nog ben confused. Echt raar. Echt heel erg raar. Nee, geen zin om op te spreken. We gaan slapen. Och, moet die niet echt lawaai maken? Gaan we maar een nachtelijke plas doen. En iets eten. Dat was echt nadeel van appartementsleven. Om de 5 seconden wakker gemaakt door de buren. Nu gaan we toch schilderen, want wat moeten we anders doen in het midden van de nacht? En dat helpt toch wel iets voor mijn plezier. Wat is aan het schilderen? Prachtig, echt prachtig. Maar op het einde komt er dan toch iets moois van. Echt zo zot. Nu is dat gewoon blauw. Met een paar strepen erdoor. Ah nee, blijft blauw. Met een paar strepen erdoor. En hier een kasteel en een huisje. Ach ja. En nog een klein normaal schilderijtje. Om je een beetje op te fleuren. Wat is dit? Wordt dat eten? Het ziet eruit als spaghetti. Nee, niet meer. Oeh, dus nu is het precies een boze wolf en een beer. Of een kat. We zijn terug. Ik heb hier even een social media update posten. Dan gaan we nog even een beetje slapen. Even een beetje slapen. Yay, ik heb 155 volgers. Ondertussen. Slaap wel. Zo, dit was het dan ook voor deze video. Ik ga hem eventjes opslaan en dan ga ik mijn Sims afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En laat zeker een comment achter wat we de volgende keer moeten doen.